Als ik de cijfers zie binnenkomen over de wachtlijsten als het gaat over psychologische hulp, dan kan ik alleen maar vaststellen dat wij falen in een fundamentele opdracht voor een overheid. Elke woensdag vanaf 2 uur live op Vlaams Parlement TV. Actuele vragen en antwoorden in het Vlaams Parlement. Ik kan als minister de jongeren niet gelukkig maken. Waar ik wel kan voor zorgen, is dat er instrumenten zijn als het minder goed gaat, waar je ook je weerbaarheid kan bij oefenen of waar je zaken bespreekbaar kunt maken. Na afloop krijgt u de hoogtepunten opnieuw te zien in de nieuwslus. Hoe lang zullen we nog wachten om de definitieve analyse te maken dat er een fundamenteel probleem is met de mentale gezondheid van jong en oud in Vlaanderen? U laat vandaag alle jongeren in de steek.